De natuur is al mijn hele leven een belangrijk onderdeel. En uiteraard omdat ik graag wil wandelen door de duinen en daarmee lekker kan opladen. Maar ook omdat ik wel weet hoe belangrijk de natuur en met name de insecten en de bijen zijn om ook te zorgen voor diversiteit op ons dagelijks bord. Mijn opa was een imker, mijn oom is vandaag de dag nog steeds een imker. En bijen en ook insecten zijn echt cruciaal om te zorgen dat we heel veel verschillende planten kunnen groeien die mooie vruchten aan ons kunnen geven. En dat geldt natuurlijk ook voor de koffieboon, want we denken er misschien niet elke dag over na, maar ook de koffieboon groeit aan de plant en er zijn heel veel verschillende soorten koffiebonen. En die maken elke dag je kopje koffie net een beetje specialer. In 1883 konden bezoekers van de Wereldtentoonstelling in Amsterdam kennis maken met deze koffiebonen, gekweekt op Java. Producten uit de Nederlandse koloniën stonden echt centraal. Zoals naast koffie ook rubber en tabak. Producten die voor altijd verbonden blijven met de geschiedenis van Nederland. En daarom zijn deze Arabica koffiebonen één van de 25 topstukken van 200 jaar Naturalis.